Kijk. Op die boomstam zie ik er 1, 2, 3 zeker liggen. En wat zijn dat nou voor schildpadden? Dit zijn, zoals ik het zie, die ene is in ieder geval een roodwangschildpad en die bovenste denk ik een geelwangschildpad. En hoe komen we daar nou aan? Nou, hoe we hier aan komen is dat mensen deze allemaal hebben vrijgelaten. Mensen hebben ooit eens een schildpad gekocht. En toen was het nog zo'n heel mooi klein leuk schildpadje. Maar ja, schildpadjes worden groot en ze gaan op vakantie. Ja, wat moeten we dan met het schildpad doen? Dus hup, naar het Oosterpark. In het park. En niet alleen het Oosterpark hoor, Rembrandtpark, Vondelpark, Park Frankendaal. Waar komen ze normaal gesproken vandaan? Ze komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. En hebben we nou aan het klimaat te danken dat ze hier overleven? Nee, want ze kunnen in Amerika zijn die winters eigenlijk veel strenger. Hè? Dus het is niet dat door het opwarmen van het klimaat dat we een oplossing schildpadden hebben. Ja. Zijn ze gevaarlijk? Ze zijn niet gevaarlijk. Ze eten vis en andere bodemdiertjes, kreeften. Je moet niet je vinger in zijn bek stoppen, want dan hap je wel hard. Maar is het slecht voor de dieren en de planten die hier al leven? Nou, sommige exoten hebben dat. Hè. Die kunnen bedreigend zijn voor de inheemse soorten. Nou, die schildpadden niet eigenlijk, omdat ze zich hier niet kunnen voortplanten. Nou, die temperaturen halen wij hier dus niet. Ze zullen sterven van ouderdom. Dus voor hier is het gewoon leuk? Ik vind het een verrijking. En zeker als je weet dat ze zich niet kunnen voortplanten en dat het op een gegeven moment ophoudt. Dan zijn ze weg. Dan zullen we met weemoed aan de schildpadden denken.